Daar komen de elf van Ajax met Brobbey als aanvoerder. 18 jaar jong, maakte er vorig jaar 7 in 13 wedstrijden. Dan is het nogmaals de elf namen passeren. Douglas Casemiro, Jan Sana en Rensch. Achterin Mendes, Jensen en Regeer op het middenveld. En voorin Giovanni, Brobbey en Max de Waal. De elf van AZ. Evora is de doelman. Jacobs, Berghout, Veldhuis en Gullit. De achterhoede Gullit weer een keer als linksback. Het middenveld met Koopmeiners, Schoutmijn en Tabouli. Dat is echt wel een goed middenveld voor de keukenkampioendivisie begrippen. Baars, Margaret en Alouche voorop. Willem Baars speelt tussen 2008 en 2016. U ziet hem hier in de opleiding van Ajax. Goudmijn. Alouche, ruimte op rechts bij Tabouni. Iemand die altijd vroeg bij de les is. Scoorde 4 van zijn 6 doelpunten in het eerste kwartier. Buitenspel voor Margaret. Skiele-kiele. Rensch gaat in de fout. Mendes handelt ook niet lekker. En dan is het raak. Koopmeiners profiteert van een fout in de opbouw bij jonge Ajax. Rensch levert in. Het is ook een beetje gokken wat Mendes doet. En Koopmeiners plaatst hem keurig in het uiterste hoekje. Mendes probeert Koopmeiners te verrassen met een lichaamschijnbeweging. De bal van Rensch ook veel te weinig vaart. En dit is nou een balletje precies in het hoekje mikken. 1-0 jonge AZ. Het vasthouden van Brobbey, of beter gezegd het laag houden van Brobbey, bestraft door Bijl. Op Tabouni na, iedereen van Jong AZ in het eigen 16 meter gebied. Dat zou voldoende moeten zijn, maar zou voldoende moeten zijn, blijkt niet voldoende. Want Jan Sana kopt de 1-1 binnen. Je kunt wel genoeg verdedigers hebben. Maar als ze niet verdedigen, ja, dan valt er weinig te verdedigen. En dan valt er ook weinig tegen te houden voor Evora. De loopactie van Jan Sana. Gullit verrast, is te laat. Slordig van Casemiro. Margaret heeft Tabouni bij zich. Hoe lossen ze dit samen op? Niet goed. Jan Sana grijpt goed in om een 1-2 te voorkomen. En dit is toch natrappen? Ja, overduidelijk. Onder de ogen van Bijl trapt Victor Jensen na. En die handelt juist. Oliedom van Victor Jensen. Die zich eventjes beklaagt over het vasthouden van Goudmijn. Maar er wordt voor gefloten. En dan is Jensen zo van de kaart dat hij iets oliedoms doet. Geen blikwaardig gunt van de Gagem, maar dat snap ik wel. Koopmeiners. Tabouni. Controle met de hak is al prachtig. Uitdagen. Gullit. Goudmijn. Nou, jonge AZ moet die bal snel laten lopen. Dan kunnen ze jonge Ajax pijn gaan doen. En in het tegenstel probeert jonge Ajax dat natuurlijk te doen. Brobbey, wat doet Evora daar? Nou, de bal tegenhouden. En daar staat hij voor. Risicovol om daar uit te komen. Want je mag je handen niet gebruiken. Maar het is in ieder geval duidelijk zichtbaar dat hij dat niet deed. Weer Maxime Gullit. Tabouni. Gullit. Margaret, nu klaarleggen voor een ploeggenoot, die moet uithalen. Dat is het idee, dat gebeurt en het is een streep van je welste. Daar was hij dicht bij zijn tweede doelpunt van de avond, van zijn betaald voetbalcarrière. Het was een fraaie geweest. Heerlijk neergelegd en zo lekker van de vreef af laten glijden. Ah, de doelman heeft een bloedneus, want daar kwam zojuist die bal op van Brobbey. En met bloed mag je niet verder spelen. Dan kijk je ook automatisch eventjes naar de bank natuurlijk bij Jong AZ. Daar zit André Krul. Die was vorig jaar nog keeperstrainer bij Jong Ajax. En vandaag dus stand-in voor Elber Evora.
Goudmijn. Brobby weer aan het werk gezet. Veldhuis zit mis. Spaarzame kans voor Brobby. Maar ja, aan één kant kan je voldoende hebben. En de 10 van Jong Ajax komen op voorsprong tegen de 11 van Jong AZ. Mag al zijn energie besteden aan dit soort momenten. En het wachten wordt beloond. Hier loert hij de hele tijd op. Hij hoeft niets anders te doen, Brian Brobby. Het balletje achter de laatste linie van AZ ook lekker. En dan is hij kalm. Maakt zijn derde van het seizoen. De Waal. Rensch. Daar is Brobby. Die is eerder bij de bal. En die maakt er een fopduik van of een overtreding. Het wordt een overtreding. En geel voor Evora. En dus weer een strafschop. Bijl geeft veel penalties. Ik was niet 1, 2, 3 overtuigd. De bal van Rensch. Ja, Brobby duikt echt over Evora heen. Evora raakt geen bal. Maar hij raakt ook zeker Brobby niet. Brobby voor zijn tweede. En hij maakt er 3-1 van. Voor de 10 van Jong Ajax. Ja, hij is pisling. En ik kan me dat goed voorstellen. Erin getild door Brobby. En hij krijgt als cadeautje een penalty. Gullit goed in één keer door naar Goudmijn. Goudmijn om het nog spannender te maken. Kotarski. Moet zich nu wel strekken. Goudmijn. Passeert Jan Sana die nog wel een voet tegen die bal krijgt. Koopmeiners, alle tijd, alle ruimte en hij heeft een goed schot. Margaret vist die bal voor zijn voeten op en die maakt, vraag niet hoe, de 3-2. Eventjes een moment van onachtzaamheid bij Jong Ajax. Dat geeft Koopmeiners de ruimte om te schieten. En dan moet je het geluk hebben. Maar ja, als je schiet kan je ook geluk hebben. En dit keer is het geluk dat Margaret die bal aanneemt en een via Casemiro achter Kotarski schiet. Spaarzame uitbraak van Jong Ajax en dan kan het gevaarlijk worden, want Brobby heeft de bal. Alleen die bal was een beetje aan de korte kant van Regeer. De corner van Jong Ajax, daar is Evora. Genomen omschakelen. En nu is er heel veel ruimte voor Jong AZ. Alouche. Want bij Jong Ajax dachten ze heel even aan het maken van een doelpunt. Nu moeten ze er eentje voorkomen. Wel goed gedaan door Margaret, maar niemand om die voorzet binnen te lopen. Waar geeft hij nou die vrije trap in de 5 meter? En gooit weer op de 16 meter. Berkenhout, Goudmijn. Door, door, door! Griffiths, goed balletje. Krijgt er niet meer Margaret. Alex, center! Alex! Jury, coach hem! En Van der Gaag blijft er maar druk mee met coachen, met aansturen. Goudmijn. Wilde Boer legt hem bijna klaar voor een ploeggenoot. Het wordt Griffiths en die schiet hem in handen bij Kotarski. Gullit stuurt Alouche weg. Eerst met zijn handen, dan met zijn voeten. Alouche, het is druk. Margaret, goed vrijgespeeld. Goudmijn, op een afstand waarop je het zou kunnen proberen. Ah, Tabouni had veel meer tijd en ruimte dan hij ongetwijfeld zelf besefte. Goudmijn. Tabouni. Nog altijd Tabouni, kleine ruimte. En tackle op de bal en uiteindelijk de poging van Wildeboer. Tabouni vindt dat Bijl het hier verkeerd ziet. Vanuit mijn positie was het zo druk dat ik het niet kon waarnemen. En hier volgt het antwoord. Niks aan de hand. En nu gaan de gemaakte meters ook zo langzamerhand wel tellen bij Jong Ajax. Vanaf minuut 20 ongeveer met 10 man. Margaret, sterk. Gullit. In een corner.
Maar goed, Jong AZ heeft inclusief vanavond dit seizoen al 16 keer gescoord. Maar geen enkele keer uit een spelervatting. Alle doelpunten uit overspel. Moet eens maar de eerste keer zijn. Tabouni. Goudmijn. En nu de overname. Slordig van Goudmijn. Nog een lange weg af te leggen voor Pinas. Hij gebruikt Hansen. En Koopmijners lost dat uiteindelijk goed op. Iedereen van Jong Ajax terug. Maar ook bijna iedereen van Jong AZ in de buurt van het 16 meter gebied. Het is dus druk en Wildeboer krijgt hem erin. Vraagteken. Nee, is het antwoord van Bijl en zijn assistenten. Met meer geluk dan wijsheid heeft Kotarski hem. Heerlijk gevolleerd. Paal, billen en handen. Laatste minuut reguliere speeltijd. We krijgen er maar liefst 7 bij. Brobby. Houdt het spannend. Dat was niet zijn bedoeling, maar het is wel een feit. Daar is Goudmijn. Goudmijn. En weer van richting veranderd. Margaret vangt op. En de aanname is niet goed. En er wordt nog extra tijd bijgetrokken vanwege die wissel. Minuut 8 van de blessuretijd. Loopt al een tijdje als die bal nog een keer wordt ingebracht. Griffith. Heel veel tijd is er niet meer. En nu is de tijd verstreken. En winnen de 10 van Jong Ajax met 3-2 van Jong AZ. En kijk eens wat het doet met Mitchell van der Graaf.